Stel je leeft in een 15-minute city. Ja. Je mag niet verder dan 15 minuten van je huis. Dit is geen science fiction. Dit is realiteit geweest, hè? In grote delen van Europa. Mensen mochten in landen als Spanje, Portugal en Frankrijk, waar veel mensen uit Nederland nu naartoe willen vertrekken, mensen mochten toen van hun huis naar de supermarkt op gezette tijden. Buiten die tijden op straat werd je keihard aangepakt. Ja. Stel nou dat die realiteit zich in een continue staat voor gaat doen. Wat niet ondenkbaar is. Wat dus niet ondenkbaar is, want de test is al geweest. Mm-hmm. Waar wil je dan zitten? Tijdens MVO 2024, op 12 april, ja, komen we met een plek, met een gebied, met een land. Maakt niet uit, dat gaan we wel inkaderen. Van, daar gaan we ons op focussen. Ja. I ain't going nowhere. Niemand pakt ons dit land af. I ain't going nowhere. Sven, hoe kijk jij er tegenaan nu? Denk jij er ook wel eens over na om uit Nederland te vertrekken? Omdat bepaalde ontwikkelingen hier niet bepaald gunstig lijken te zijn? Ben je op zoek naar een plek in de wereld waar jij jouw leven kunt blijven leven zoals jij dat zelf wilt? Maar weet je niet goed waar je dan precies naartoe zou willen gaan? Mijn naam is Pim van Rijswijk en ik heet je van harte welkom bij een goed gesprek bij de Springplank voor Vertrek. In deze podcast zal ik verhalen ontsluiten die verteld mogen worden. Verhalen die jou zullen informeren en wellicht enthousiasmeren en die kunnen dienen als jouw springplank voor vertrek. Welkom dames en heren bij deze alweer 13e aflevering van de videopodcast Een Goed Gesprek bij de Springplank voor Vertrek. Vorige week hebben we het genoegen gehad om te praten met Maarten Erasmus. Maarten Erasmus zit in Andalusië en houdt zich bezig met sinaasappels. Ik raad jullie zeker aan om dat prachtige interview met Maarten te bekijken. En vandaag heb ik niemand minder te gast dan Sven Hullemans. En Sven kennen we allemaal van zijn prachtige eigen podcast, waarin hij heel veel jaren al ons meeneemt in zijn gedachten. En een aantal van jullie zullen hem ook kennen van de MVO 2023. Sven, welkom. Dag Pim, hallo. Leuk dat je er bent. Het is leuk om eventjes die rollen om te draaien. Normaal zit ik bij jou in je podcast en interview je mij. En, nou, leuk om dat eens om te draaien. Hoe gaat het met je? Ja, eigenlijk heel erg goed. Vanwege alles wat er gebeurt. Dus ik ben een mens die erg omgevingsgevoelig is. En ik vind het eigenlijk naarmate het slechter gaat met de omgeving, gaat het wat beter met mij. Ik ben niet echt gemaakt voor de periodes van grote rust. Ik verlang er wel naar, net zoals ieder mens. Maar de vaardigheden die ik heb opgedaan als jurist, die komen het beste tot zijn recht in tijden van conflict. Dus dat is hetzelfde. Stel, je bent een tuinman en de tuin is helemaal aan kant. Ja, heb je geen werk, heb je niks dan te doen. Dan sta je, na je derde sigaretje en je 14e kop koffie, ja, denk je van ja. Ja, de vraag is natuurlijk wel wat je in deze tijd nog kunt met je juridische opleiding. Ja, heel weinig. Eigenlijk heel weinig. Kijk, ik heb Nederlands recht gestudeerd. In een periode dat het Nederlandse recht eigenlijk al geen knip voor de neus meer waard was. Want het Europese recht deed zijn intrede. Begin van de 21ste eeuw. Ja. Dus ik ging in 1999 studeren. En ik was in 2006 was ik klaar. En ja, je kunt daar heel weinig mee. En je ziet ook dat procederen op echt essentiële onderwerpen. Dus als je tegen het systeem probeert te procederen, tegen de staat of tegen grote bedrijven, dan zie je dat de underdog, namelijk de burger, en dat is eigenlijk de enige die echt belangrijk is. Dat is waar het hele systeem gebruik van maakt en voorgemaakt is. En ja, ik werd laatst kennelijk nog een keer geciteerd dat ik zei, binnen de Belastingdienst had iemand mijn podcast aangehaald tijdens een seminar. En had iemand gezegd, ja, er is een podcastmaker die zegt het heel goed. De overheid gebruikt de burger als pinautomaat.
waarbij alle belastingambtenaren instemmend ja zaten te knikken. Inderdaad, ja. Ja, dat is inderdaad wat de overheid doet. Ja. De overheid gebruikt de burger als pinautomaat. Ja. Hey Sven, het is even een iets andere uitzending dan, of een iets andere podcast, en ook van opzet, dan de afgelopen 12 interviews hiervoor. We doen het hier op kantoor. Ja, ik ben nog niet weg. Ik ben niet weg. Ik zit nog niet ergens heerlijk onder de sinaasappelbomen of bij de Poolcirkel. Ja. Kijk, de reden waarom ik jou heb gevraagd in de podcast te komen, omdat jij tijdens MVO 2023 een hele mooie speech hebt gegeven. Daar mensen meegenomen. Ik vond het een prachtige speech. En daar heb jij een aantal uitspraken gedaan. En laten we heel eventjes kijken naar een stukje, een fragment uit die speech tijdens MVO 2023. Want iedereen vraagt aan mij, naar aanleiding van die opmerking, het wordt sowieso Nexit, waar ga je heen dan, Sven? Dan heeft u mijn opmerking verkeerd begrepen. In het Engels, I ain't going nowhere. Niemand pakt ons dit land af. Niemand pakt ons af. Geen financiële sector die tot het op het bot rot is. Niet de ravage Rutte, de puinhopen paars, de moordenaars van Pim Fortuyn. Niemand gaat de helft van de boeren wegsturen. Niemand gaat nog meer maatregelen treffen in belastingen, zodat de ondernemers kapot gemaakt worden. De mensen die dag in dag uit staan te zwoegen, de moeite nemen om personeel aan te nemen. Die mensen van bestaanszekerheid te voorzien. Niemand gaat dat woord bestaanszekerheid uithollen en van ons afpakken. Al zijn ze met tienduizenden, al gooien ze miljarden tegen ons aan. U gaat toch niet echt serieus alleen maar naar Paraguay, Panama, Portugal, een ander land met een P, Hongarije, Rusland, waar dan ook, om dan vervolgens daar op de staart gezeten te worden door het WEF? Ja, Sven, zoals we net hebben kunnen zien, I ain't going nowhere. I ain't going nowhere. Nee. Nee. Een prachtige uitspraak. Je had applaus. Mensen begrepen het. Mm-hmm. Het is ook in de dynamiek van ook die masterclass toen. Dit jaar gaan we natuurlijk nog meer hebben over vertrekken. Was het een mooie tegengeluid eigenlijk. Moet je hebben. En deze podcast wil ik eigenlijk met jou gaan praten over hoe zit jij er nu in. Hoe kijk jij nu, een half jaar later, aan tegen de wereld waarin we leven? En hoe kijk jij aan tegen het vertrekken aan zich, het onderwerp? En hoe zit je er zelf in? Ja. Dus ja, om eigenlijk aan te gaan. De eerste vraag is eigenlijk van, I ain't going nowhere. Sven, hoe kijk jij er tegenaan nu? Dat vind ik een lastige vraag. En ik zou hem graag uitsplitsen. Ja, graag. Want je hebt mensen in de podcast die een eigen reis hebben. Een eigen levenspad. Maar voor mij geldt dat ik heb een eigen levenspad. Maar ook door mijn podcast en mijn werk als jurist. Vaak tips en trucs voor andere mensen. Dus voor mensen die zitten te kijken. Mensen thuis. Dus wil jij eerst mijn eigen verhaal, of wil je eerst mijn algemene beschouwing waarop ik mijn eigen verhaal baseer? Nou, laten we met die algemene beschouwing dan beginnen. Bij MVO 2023, waar ik mocht spreken van jou, zei ik een paar dingen tegelijkertijd. Ik zei, Nederland moet sowieso een Nexit hebben. Voor een toekomst voor Nederland en voor de Nederlanders vereist een Nexit. Punt. Ja. Maar als Nederland niet uit de EU stapt en dus overstelpt wordt met immigranten, overstelpt wordt met wet en regelgeving omtrent belastingen en controle vanuit Brussel. En regelgeving, hè? We hebben het hier vandaag in het FD. Werkgevers vrezen startverplichte CO2-registratie. Om er weer iets te noemen. De miljarden van die Rob Jetten uit de samenleving rammelt.
om zo'n nutteloos klimaatdoel, wat China in een halve dag door de schoorsteen pompt. Ja. En zij houden zich niet aan die regels. Dus duidelijk. Dus de waanzin vanuit Brussel, Den Haag. Ja. Die via ellendelingen als Frans Timmermans en Rob Jetten. En naar ik vermoed zelfs mevrouw Dylan Jezelgus. En de mensen van de BBB. En de mensen van NSC. Pieter Omtzigt en Kornuiten. De blubber die over Nederlandse boeren, burgers en buitenlui worden uitgerold, is zo verschrikkelijk verstikkend dat als Nederland politiek gezien niet uit de EU gaat en dat op al deze punten een radicale omslag wordt gemaakt, wat ook de verkiezingsuitslag laat zien dat mensen dat willen, hè? Want dan stemmen ze bij gebrek aan beter maar op de PVV, daar wil ik nog wel wat over zeggen zometeen. Maar ze laten zien in ieder geval van het moet echt anders. Want deze gekte kan niet meer. Ja, dat was hun manier om te laten zien. Om dat te laten zien. Wordt. Dus veel Nederlanders willen. Of het verstandig was, is een tweede. Helder. Maar dat was hun manier om het te laten zien. Het is niet per se, denk ik, een stem op PVV en het partijprogramma van de PVV. Maar het is vooral een teken van de samenleving die aangeeft van luister, dit moet echt anders. Dit moet stoppen, die gekte tegen de boeren. Die gekte tegen de burger. En die gekte met die Europese grens. Ja. Nu heb jij je verkiesbaar gesteld voor BVNL. Ja. Yep. Je hebt jij in feite blootgegeven van jongens, dit moet die klus gedaan worden. Als jullie willen dat ik dit doe, hier ben ik. Ja, ja, ik heb gezegd ik ga onbetaald stront scheppen in Den Haag. Voor jullie, als jullie het willen. Nou, goddank hoef ik geen stront te scheppen. Maar tegelijkertijd denk ik, nou, wat moet er nu dan van komen? Nou, daar heb ik een mening over. Ik voelde mezelf op 22 november... of op 23 november... Bevrijd van verplichtingen tegen mijn mede-Nederlanders. Ontslagen uit je taak. Ik heb gezegd, ik ben bereid het te doen. Wilt u het niet? Prima. Klaar. Dus ik voel mij, als je vraagt van Sven, hoe gaat het met jou? Ik voel mij sinds 23 november... heel erg bevrijd. Op meerdere fronten. Want hoewel ik zeg, I ain't going nowhere, heb ik wel de vrijheid, vind ik nu, moreel, om te zeggen, fiscaal, juridisch en qua inschrijving wil ik geen Nederlander meer zijn. Ik zal altijd Nederlander blijven en ik zal altijd van mijn land houden. En ik zal altijd bereid zijn om te doen voor mijn land waar ik in geloof. Wat je voelt dat je moet doen. Wat ik voel dat ik moet doen. Altijd. Ja. Punt is ook, ik ben ook, hè, het is mijn moedertaal. Nederlands is mijn moedertaal. Ja. Genetisch ben ik een Europeaan. Ja, ik zit bij heel veel Nederlanders zit er van allerlei bloed in. Bij mij zit er wat Frans bloed in, wat Belgisch bloed, wat Hongaars bloed. Er zit van alles bij in. Ik voel mij een Europeaan. Ik voel mij niet een lid van de Europese Unie. Dat vind ik verschrikkelijk. Mm-hmm. Want de Europese Unie, moeten mensen begrijpen, is gericht tegen de Europeaan. Ja, ja, ik denk dat de podcast kijkers dit wel begrijpen. De meeste podcastkijkers zijn denk ik wel die voelen die twee wakker en die zien die. Ik denk dat ze allemaal, ze kijken niet voor niks naar deze podcast, want zij zijn zich al aan het voorbereiden of het nadenken over een vertrek. Dus ik denk dat ze dit heel goed aanvoelen of weten wat je nu schetst. Dus als je dan ziet, bijvoorbeeld, en het uitzicht in bijvoorbeeld zo'n krantenartikel over zo'n CO2-tax. En bedrijven die weer zulke stapels formulieren en digitaal moeten gaan invullen en nog weer iemand moeten aannemen om aan de belachelijke maatregelen te voldoen. Dus je ziet dat heel veel mensen, steeds meer mensen zeggen, ja, het klimaat, om het politieke klimaat, maar ook het leefklimaat in Nederland, het was altijd een van de allerbeste. Ja. En daarom doet het ook zoveel pijn om te vertrekken. Want we zijn heel nostalgisch. Dus we kijken graag achterom van wat hebben we het hier toch goed gehad. Ja. Hey, dit soort dingen, hè. Dit is ook weer een belastingdruk. Ja. Dus we hebben het wel over de belastingdruk. En dan wordt er vaak gekeken naar hoeveel int de belastingdienst. Hè? Dat wordt dan vaak gezegd als de belastingdruk. Maar dit is een onderdeel van de belastingdruk. Want het haalt gewoon inkomen weg. En het is een druk, een belasting. Echt een fysieke belasting op je bedrijf.
En op je tijd en op je vrijheid. Inflatie is ook verkapte belasting. Want ja. De inflatie komt omdat de staat geld leent. De staat leent geld en iemand moet dat weer gaan terugbetalen. Ja. Dus die inflatie en die oplopende staatsschuld is extra belastingdruk. En op een gegeven moment ben je een pakezel die het goed heeft. En ook netjes te eten krijgt en het fijn heeft. En een leuk leven heeft. En best bereid is wat belasting te dragen. En vervolgens, op een gegeven moment als die belasting te hoog wordt... Ja. En het is ook niet meer prettig. Maar dat gezegd hebbende, dat weten we. Ja. Oké, okay. Europese dat Unie... is al een tijd gaande. Ja. Hè? Dit is eigenlijk al gaande sinds de komst van de euro. Dus dit is niet nieuw. Ja, dus Europese Unie, we zouden eruit moeten. Dat gebeurt niet. Jij hebt je verkiesbaar gesteld. Juist ook met Nexit als groot punt. Als, en ja. De PVV zegt het ook te willen. Hè? En ik heb ook meteen na de verkiezingen gezegd... Oké, leuk... Het hele immigratiedebat van Geert Wilders. Ja. Super interessant. Wanneer gaan we uit de EU? Ja. Want je kunt wel zeggen, ja, Nederland heeft een immigratieprobleem. Dat begint met stellen, waar liggen de grenzen? De grens van Nederland ligt op Lampedusa. En aan de Oekraïnse grens. Via het associatieverdrag. Dus ik weet niet, hè, waarom... En geen journalist die vraag stelt aan Geert Wilders, van hoe ga je dit doen dan? Mm-hmm. Het wordt überhaupt niet gesteld. En bovendien, hè, Geert Wilders... lijkt dan een nationalist te zijn en op te komen voor de belangen van de Nederlanders. En dat kan hij heel goed uitleggen in Volendam. Maar kan hij dat ook uitleggen in Saoedi-Arabië of Qatar? Stond laatst een artikel in Dissident One. Heel goed. Het is misschien heel veel mensen zouden Wilders als premier willen zien. Maar dan hebben we meteen een energiecrisis in Nederland. Mm-hmm. Want meteen gaat de hele internationale wereld zeggen... Ja, dan leveren wij geen olie meer. Of geen gas. Ja, misschien krijgen we nog schaliegas uit Amerika. Maar er ontstaat meteen een discussie. Of we moeten weer met Rusland gaan onderhandelen over gas. En dat schijnt ook weer niemand te willen in Nederland. Ja, kijk. Dus het is ook grotendeels wegens een gebrek aan kennis... dat de meeste mensen op emotie in het leven staan. Ja, ik probeer zoveel mogelijk informatie te verzamelen. Ja. Kennis te delen. Om andere beslissingen te nemen. Dus als ik dan kijk naar deze politieke situatie in Nederland... maar ook internationaal gezien... dan denk ik... Nederland is gewoon minder leuk om te leven en te zijn. We kunnen ook zeggen, Nederland is afgeschreven. Ja. Ja, Nederland. En misschien heel Europa wel. En dat doet pijn, jongen. Ja, nu weet ik ook dat jij het begrip van de Tri-State City kent. Ja. Kan je daar iets over vertellen, over hoe je dat ziet? Nederland valt in de Tri-State, dus het is heel duidelijk dat in Nederland dus alle maatregelen worden doorgevoerd. Ja. Ik denk ook zeker dat als je... Overal als camera's, je... overal digitale controle, digitale identiteit, central bank digital currency. Iedereen roemt die blockchain technologie. Dat is een gedrocht als het in de handen van de overheid is. En de central bank digital currency is een blockchain in handen van de overheid met programmeerbaar geld. Ja. Er komt straks nieuw contant geld, zeggen ze. Nee, maar dit blijft nog steeds contant geld. Maar in dat geld zit een chip. En die chip die volgt precies wat er gebeurt. Ja. En al die data kan uitgelezen worden door een heel simpel datalezertje. Hoe kijk je aan tegen Bitcoin? Ja, onderdeel geworden van het probleem, denk ik. Goed begonnen. Niet initieel... Misschien, ja, initieel eigenlijk misschien wel zo bedoeld. Ja. 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 Ik bedoel, het is gebaseerd op de blockchain. En ja, als je het ook maar enigszins denkt dat je daarmee onder de radar... Ja, Bitcoin-discussies zijn heel ingewikkeld. En je kunt beter dus niet de discussie voeren over... is Bitcoin goed of slecht, maar hoe houden we vrij geld? Ja. Want daar kun je met iedere Bitcoiner kun je daar meteen goed over praten. Dus Bitcoiners zijn over het algemeen wel mensen met de behoefte aan vrij geld. Anoniem kunnen betalen voor dingen. En je ziet in de afgelopen 10, 20 jaar een enorme verschuiving. Wat heb jij te verbergen dan? Nou, voor een overheid die alles wil weten en vervolgens alles gaat belasten... En alles naar zich toe gaat trekken. Zo, daar heb ik een heleboel voor te verbergen. Die overheid die moet helemaal niet zo machtig zijn. In de wakkere gemeenschap is er dan ook weer zo'n splitsing... Hè, tussen de believers en de non-believers. Net zoals je nu ziet tussen Palestina en Israël. We waren met z'n allen één grote gemeenschap, bij wijze van spreken. En daar is, sinds die oorlog is daar echt gewoon een wig in gedreven. Ja. En een splitsing. Ja. Maar eventjes, je hebt heel goed de contouren geschetst van het probleem. Hè? Ja. Dus...
Europa is het probleem, of de Europese Unie is het probleem. We zijn er onderdeel van. Daar komen we never nooit uit. Samen met het WEF en misschien nog wel een grotere globalistische ploeg. Die gericht, het is echt de partij tegen de burger is aan het winnen. Ja, ja. He, dat is een parodie op het internet, de partij tegen de burger. Even terug naar die tri-state. Ja. Geloof je in leven buiten de tri-state? Je kunt niet anders. Je kunt namelijk niet leven in de tri-state, want vrijheid en de vrijheid om te bewegen, en dat betekent dus ook eigendom en privacy. Eigendom en privacy zijn onderdeel van de vrijheid. En eigendom, privacy en vrijheid zijn essentiële voorwaarden om te kunnen leven. Je kunt wel bestaan in de tri-state. Dus je kunt eten wat je te eten krijgt en wat je eten mag van de mensen. En je mag bewegen in je elektrische auto zoveel kilometer gecontroleerd van de mensen. Dus hè, als jij je, en dat woord netjes, als jij je netjes aan de regels houdt. Het is absoluut niet netjes om je aan de regels te houden van een onderdrukkend regime. Hè, je kunt dat vergelijken met het communisme. Is het de communisme met heel veel controle en angst, verplichte mensen tot alles, verplichte armoede, alles was gecontroleerd en iedereen hield iedereen in de gaten. He, dus de verrader slaapt nooit. Je moest je eigen kinderen, de buurman, je oma, je kon niemand vertrouwen. Want als jij je niet netjes aan de regels hield die met angst erin waren gelegd, ja, werd je opgepakt en dan eindigde je in een gulag. Mm-hmm. Dus het is heel netjes om je te verzetten tegen een onderdrukkend regime. Het is alleen niet de makkelijke weg. Hoe zie je dat verzetten nu voor je dan? Dat alle verzet is bijna zinloos als je ziet wat de methodes zijn van degenen die dit aan het doen zijn. En met het geweldsmonopolie wat zij hebben. Dus de digitale controle die zij hebben en het systeem. Is als jij niet meedoet aan het systeem, ja, dan kom je in bijbelse taferelen van. Straks moet je echt, wat er staat in de Bijbel, je moet een chip hebben. En dat kan ook gewoon dit ding zijn, hè? Dat kan ook, dus het hoeft niet per se in pols of voorhoofd zoals in de Bijbel staat. Maar het is eigenlijk al zo dat als je deze niet hebt, dan kun je eigenlijk al niet meer deelnemen aan de maatschappij, aan het systeem van kopen en verkopen. Ja. En om je een idee te geven, sinds de iPhone 7... dat is echt lang geleden, maar sinds de iPhone 7 zit in dit apparaatje een NFC-chip laser. En weet je, dan ga ik je even door mijn nachtmerrie van de afgelopen maanden, want ik was bezig om wat zaken af te ronden. Dus ik moest volledig meedoen aan de digitale wereld die een voorloper is van de hel van de tri-state, waarin je niet kan leven. Punt. Dan kun je niet leven. Ja. En ik, nou, ik denk dat heel eventjes, want dit moet denk ik, dit is cruciaal wat je nu zegt. En daar kunnen mensen het mee eens zijn of niet mee eens zijn. Ik denk dat heel veel mensen je volgen wat je zegt. Dat je dus niet kan leven onder het juk van een dergelijke controle. Van een totale tiran. Ja. En als je. Ik zeg altijd, als je niet gelooft dat het die kant uit gaat, ja, oké, prima. Maar als je het daarmee eens bent, dan moet je daar een conclusie aan verbinden. Je kunt niet dat waarheid weten en dan je hoofd in het zand steken. Maar Pim, die waarheid, die doet zoveel pijn als je van Nederland houdt en van je mede-Nederlander, dan doet het accepteren van die waarheid, kost om te beginnen heel veel tijd. Wat is Nederland? Ja, je stelde me die vraag. Als je aan een kind zou vragen wat is Nederland, ja, dan zien ze die kaart van Nederland. Ja. Dat geografische gebied. En ik zeg dat in Nederland wonen Nederlanders, ja. En een Nederlander die woont in Nederland. Hè? Dus, ja. Maar dat is al lang niet meer zo. Dus wat is dan nog Nederland? Waar hebben we dan nog voor te vechten? Wat hebben we dan nog wat te bewaren? Of... Ja. Ja. Ja, Nederland is emotioneel gezien het liedje van Wim Sonneveld, Het Dorp. Dat is toch al lang weg? Al lang. Ja, dus wat heb je dan nog? Dan hou je toch vast aan bepaalde oude ideeën. Correct, maar dat is... Kijk, de mens is een gewoontedier, hè? Dat is, ik weet niet of jij economie hebt gestudeerd. En dan leer je in de eerste les economie, leer je... economie is de wetenschap van het rationeel keuzegedrag
van mensen omtrent schaarste. Nou, dat betekent dus dat deze hele wetenschap niet kan bestaan, want er is geen rationeel keuzegedrag bij welk individu dan ook omtrent schaarste. Mm-hmm. Dat is alleen maar emotioneel keuzegedrag en de mens is een gewoontedier. Ja. De mens is geen rationeel wezen. De mens is een gewoontedier. We hebben onze gewoontes. Dus wij wonen conform onze gewoontes. Oftewel, wij schrijven ons BSN-nummer ergens in en we hobbelen daar naartoe en we hobbelen daar naartoe, want dat vinden we fijn. Iedereen houdt van vastigheid en zekerheid. Wat vind je van het woord woning? Ja, vind ik verschrikkelijk. Omdat? Ja, woning komt van? Omdat het is een wolf in schaapskleren. Het komt van gewoonte, wonung. Hè? Wat ben je? Waar zijn je gewoontes? Daar staat je woning. En die gewoontes, dat is waar de hele gevangenis op gebouwd is. Toen Hugo de Jonge zei, we weten precies, deur voor deur, waar ze wonen. Ja. Wonen. Hij gebruikt dat woord. Als hij dat woord gebruikt, dan bedoelt hij, we weten waar welk BSN-nummer ingeschreven staat, met welk badge-nummer van welke vaccinatie. Dat weten we. Dus we weten waar ze wonen, is doodeng. Ik geef je één voorbeeld, het is heel gevaarlijk. Er is één dorp in Nederland. En daar is, en ik weet dit, want ik heb ooit een procedure tot de Raad van State gevoerd over mijn BSN-nummer. Ik zei van, kan ik er ook vanaf? Dat is een heel interessante procedure geweest. Kan ik van dat BSN-nummer af? En toen heb ik als argument aangedragen dat er was in 1940, in april 1940, was er één dorp in Nederland en daar zijn alle Joodse inwoners zijn ontsnapt. Voor de rest was Nederland heel erg goed in het aanwijzen, daar wonen ze. Dat was er toen al, hè? De gemeentelijke basisadministratie. Mm-hmm. Die was heel goed op orde. Dus het was gewoon netjes op netjes. Netjes op orde. De Nederlandse, hè, je bent een accountant en het was allemaal netjes op orde. De administratie. Er was één dorp, daar zijn ze allemaal weggekomen. Dat was Delfzijl. En in Delfzijl heeft de burgemeester namelijk de gemeentelijke basisadministratie gepakt en verstopt op zolder. Mm-hmm. En dat was het verschil tussen leven of dood. Ja. Voor heel veel mensen. Ja, dat is ook een hele mooie metafoor. Dus wat jouw visie en jouw ideeën daarover onderstrepen. Pas op met het accepteren en het laten aanleggen van een infrastructuur van controle. Want die kan wel eens, hoe handig die ook is en hoe prachtig die ook is, mooi, alles netjes geregeld, iedereen eerlijk netjes zijn belasting betalen, allemaal even arm. Ja. Want dat is eerlijk. Is al heel dom. Is al heel dom dat we ons daarin hebben laten miemelen. En dan nu niet inzien voor heel veel mensen hoe levensgevaarlijk de digitale infrastructuur is voor de vrijheid. En zonder vrijheid geen leven. En omdat dit al eigenlijk, dit proces van vrijheidsontneming, De Europese digitale identiteit, de NFC-chip. Hè, dus voor mijn DigiD, mijn digitale ID, moet ik een app downloaden in dit apparaatje. En dan voor de dubbele controle, voor mijn eigen privacy en veiligheid, wat een verschrikkelijke leugen, kan ik mijn rijbewijs tegen mijn iPhone aanhouden. Bizar, want ik heb een contract met Apple en ik heb een contract met een internetprovider. Maar ik kan mijn officiële document, mijn rijbewijs of mijn paspoort, kan ik er tegen aanhouden. Dit apparaatje leest hem uit, die NFC-chip, en communiceert hem met mijn DigiD-app van de overheid. Mm-hmm. Ja. Toen ik dat moest doen, werd ik doodsbang. Ja. Oké. Dat is duidelijk. Dus het is gelukt, hè, voor de overheid. Gelukt. Nederland. Ik ben bang voor u. In de Europese Unie. Dat wordt dus helemaal niks. Ik denk dat de contouren van die dreiging die op ons afkomt zijn geschetst. Dan kom ik even terug op die uitspraak, I ain't going nowhere. Precies. Pak die even op, want dat staat haaks op elkaar. Juist. Dat is ook wat mensen zo moeilijk vinden. Van ja, maar we moeten dus weg, maar je zegt ook nee, we moeten blijven. Ja.
En is dat zo? Omdat jij ook natuurlijk in de gewoonte zit. En dat jij misschien ook je vastigheden hebt hier en je verplichtingen. En dat het gewoon geen gemakkelijke opgave weet je, is. Want weet je hoe ik kan wel podcastjes maken over vertrekken en doen alsof dat. Alsof het kopen van een pakje boter bij de supermarkt is. Nee, maar het is een van de meest drastische beslissingen van je leven. Ja, ja. En daarom vroeg jij mij, hoe voelt het? Het voelt heel goed, want ik ben dus nu vrij om te gaan. En hoe bedoel je, ik ben vrij om te gaan? Ik heb besloten, omdat ik ook zoveel hou van Nederland en niet weg wil. Maar ik heb besloten dat ik eerst alles wat mij aan Nederland bond, anders dan de mensheid en de liefde voor het land, om dat weg te doen. Woning? Geen huis. Inschrijving? Inschrijving. Was ik al in 2014 mee gestopt. Hoe heb je dat gedaan? Nou ja, er zijn verschillende manieren. Je kunt dat is ook wel zoiets, weet je. Mensen pakken hun inschrijving van hierop en die zetten ze ergens anders in de Europese Unie neer. Ja, potato, potato. Je hebt ook de registratie niet ingezetene. Maar daar wordt flink op gejaagd op die mensen. En het heeft ook allerlei nadelen. Maar ik was daadwerkelijk ontheemd. Dus ik had daadwerkelijk geen huis. Ik besloot. En dat is voor mensen natuurlijk heel moeilijk. Zeker als je kinderen hebt. En als je ergens moet wonen. Of als je bij je ouders in de buurt wil blijven. Dus echt je ankertje lichten. En betekent gewoon je BSN-nummer. Gewoon ergens parkeren. Gewoon echt ergens parkeren. Mm-hmm. Of niet ingezetene. Dus echt gewoon zwervend bestaan. Dat hadden we vroeger De namen en de adressen zijn heel erg belangrijk in strafrechtszaken, maar ook in civiele zaken. En dan stond er wel eens zonder vaste woon- of verblijfplaats. Mm-hmm. Dus iemand worden zonder vaste woon- of verblijfplaats. En dat wordt ook heftig tegengewerkt door de overheid. Het zijn allemaal computersystemen die allemaal zeggen dat kan niet. Dan zeg je ja, weet je. Nou ja, als je uit Nederland uitschrijft omdat je 8 maanden of langer weggaat. Ja, maar je moet een adres opgeven. Het is heel grappig als je dan bij de gemeenteambtenaar komt en zegt, waar slaapt u bijvoorbeeld vanavond? Ja, weet ik veel, in een hotel. Nou, je kunt op wereldreis gaan, hè? Ja. En dan schrijf je uit. Ja. En dan heb je geen bestemming. Vinden ze nog steeds ja. Heel moeilijk. En onder invloed van Ronald Plasterk, wat een zich aardig voordoende, hele gevaarlijke man is, die heeft de wet basisregistratie personen in 2016 dusdanig aangepast dat het heel ingewikkeld is om te zeggen, ik schrijf mezelf uit Nederland. Dat is heel ingewikkeld, want je moet ergens. Nou, je moet jezelf uitschrijven. Als je weggaat, langer dan 8 maanden, dan ben je verplicht om jezelf uit te schrijven. En dan zeggen ze, waar gaat u heen? Ja, dat weet ik niet. Ja. Dan zeggen ze, waar slaapt u vanavond? Nou, dan geef je een adres op, maar dan ben je dan 1 nacht. Mm-hmm. Dan sturen ze al je officiële post, sturen ze naar dat ene adres. Mm-hmm. Dat doen ze bij mij ook. Dat heb jij zo gedaan? Heb ik gedaan. Ik heb gezegd, nou, ik ben vanavond in Parijs. Mm-hmm. Dus daar sta ik ingeschreven. Maar dat is omdat het systeem zo functioneert. Mm-hmm. En dan zeggen ze, maar waar ben je dan? Oké, je hebt je losgemaakt. Ja. Je was dus al niet meer ingeschreven in Nederland. Ook je woning. Heb je nog andere zaken losgelaten dan? Ja, ik ben alles nog aan het ontvlechten. Ik heb nog een bedrijf, maar ik heb mijn kantoor opgezegd. Het is ook bijvoorbeeld heel moeilijk om als niet ingezetene, dat is ook weer een lastige, mag je geen Nederlandse auto bezitten. Dus een vriend van mij die heeft zichzelf uitgeschreven, die is vertrokken naar het Oostblok. En daar heeft hij een bedrijf en daar heeft hij een huis. Maar hij voelt zichzelf nog steeds Nederlander. Hij is ook vaak in Nederland voor zijn klanten. Mm-hmm. Dan heeft hij een auto en dan rijdt hij mee naar hotels. En dat is een Nederlandse auto. Die hij nodig heeft, ook in Nederland, om mee te rijden. Want als hij in een Hongaarse of een Roemeense of een Bulgaarse auto gaat rijden, ja. Dat is allemaal heel erg moeilijk. Ja. Vinden mensen allemaal. Dus hij heeft een Nederlandse auto. Mag niet van de staat. Okay. Dus het is heel ingewikkeld, fiscaal, juridisch, administratief, om te zeggen, ik wil Nederlander zijn zonder in Nederland te wonen. Ja. Ik heb veel mensen die ik hierover spreek. En een van de grootste uitdagingen van mensen die ik spreek is, ik heb kinderen. Ja. Of ik heb of ik ben gescheiden en ik heb een co-ouderschapregeling. Dus ik heb hier mijn zorg voor mijn gezin of voor mijn kinderen. Dus ik kan niet weg. En de kinderen gaan hier naar school. Ja. En die hebben hier hun vriendjes. Hoe kijk je daar tegenaan? Ja, begrijpelijk. Heel begrijpelijk. Want ik spreek heel veel kerels die staan te trappelen
om de wereld in te gaan en een nieuw leven, een nieuwe bestemming op te bouwen. Ja. Maar die worden in feite ook tegengehouden door de conventies die er daarover zijn. Ja. En ook de afspraken en vrouw en kinderen. En die zitten eigenlijk helemaal vast. Die voelen dat ze vastzitten. En daardoor komen ze dus niet verder. Mag ik een metafoor gebruiken? Mm-hmm. Dus stel je hebt een prachtig dorp in een vallei. En in die vallei, aan het beekje, is alles oké. Er is stromend water, dus er zijn wasmachines. Er zijn fijne akkers en de grond is vruchtbaar. En het weer is er fijn. Het is een gematigd klimaat daar in dat dal. Paradijs. Het is er allemaal comfortabel wonen. Mm-hmm. En er is één iemand, of twee, van de 100 in het dorp. Twee. En die komen op de dorpsvergadering en die zeggen... Volgens ons gaat de dam doorbreken. Iets hoger in de bergen zit een beverdam en daar komt dat mooie beekje van ons vandaan. En we zijn dus, op gevoel zijn we daar eens naartoe gegaan. We hebben eens gekeken. En we denken dat dat systeem van ons, dat lijkt heel veilig en zeker en vrij. Maar het is eigenlijk heel kwetsbaar. En alles wat we hier hebben, comfortabel wonen, dat staat eigenlijk onder druk. En vraag me niet wanneer, maar die dam die breekt een keer. Want de bevers zijn vertrokken. En er zit nu boktor zit erin. En die dam die gaat om. Het kan 3 jaar duren, het kan 5 jaar duren. Maar hij gaat om. En dan zegt iedereen, ja, maar er is toch niks aan de hand. We hebben het hier toch nog goed. We hebben het toch goed met z'n allen. We hebben het hier toch goed met z'n allen. Jij onheilsprediker, jij doemer. Wegwezen jij met je slechte boodschap. En vooral de mensen die heel erg hard wonen. En dat zijn helaas vaak de vrouwen. Want het domein van de vrouw is het huis. En het comfort en de wasmachine. En de deur die op slot kan. En de veiligheid en de zekerheid. Die horen bij het wonen. En het comfort. Of vrouwelijke mannen. Die daar heel veel behoefte aan hebben. Mensen hebben behoefte aan zekerheid. En laten vooral ook de mannen niet uitschakelen. Maar er zijn er altijd een paar die zeggen... Ja, wij gaan toch eens verkennen hoe het is boven op de berg. Er zijn alleen maar rotsen daar boven op de berg. En het sneeuwt daar en het waait daar. En het is helemaal niet comfortabel zo mooi groen als hier in de vallei. Maar die kerels die zeggen, ja, dat kan allemaal wel zijn. Maar we hebben die dam gezien en die gaat breken. Dus wat gaan wij doen? Terwijl jullie hier A, ons voor gek verklaren, beschimpen... en de hele tijd zeggen dat wij gek zijn en dat we onze mond moeten houden. Wij gaan, ook zonder jullie, vast... boven op die berg. En wij gaan vast daar een hok timmeren. En dan tegen de tijd dat het dam breekt. Dan horen we het wel. En als jij nou. En zelfs als je niet zeker weet dat die dam breekt. Hoewel je in Nederland kunt vaststellen. Dat die totale gevangenis die hier gebouwd wordt. Rondom die de comfortabele ellende. Met nog een keer zo'n damdoorbraak. En dan komt de overheid weer om je te redden. Ja. He, want de overheid. Zorg dat die dam doorbreekt. Want dat is de overheid. Die overspoelt je helemaal. Die rooft je hele huis leeg. En die zegt, kijk, nu heb je geen eigendom meer nodig en geen privacy. Wij gaan voor je zorgen. En vervolgens staat er een gevangenis. Ja, en dan kun je niet leven. Dus je zult naar misschien wel onherbergzaam gebied moeten gaan. Dus je zult dan even de moeilijke boodschap moeten brengen. Dat je zegt, ik doe even niet meer mee. Want blijven betekent mee ten onder gaan. En ik wil zelf niet ten onder. En ik wil ook niet dat jij ten onder gaat aan je eigen stupiditeit met je hoofd in het zand. Ja. Want het is vooral, je moet het vooral uitleggen aan mensen die hun kop in het zand steken en 1000 argumenten verzinnen. Om maar die waarheid niet onder ogen te zien dat het hier onleefbaar wordt. En dan komen ze met allerlei vragen van, ja, maar waar moet, Pim, waar moet je dan heen? Is het ergens anders beter dan? Nou, geloof me, bovenop die rotspunt, beste mensen, is het slechter zelfs. Op dit moment. Maar straks misschien niet. Je zult er toch eens even over na moeten denken. Ja, vanuit de historie zijn natuurlijk mannen zijn jagers. Die trekken erop uit. Die moeten ook verkennen. Niet alle mannen hoor. Vrouwen blijven in het kamp, bij de tent, bij de hut. Je moet ook een paar sterke mannen achterlaten in het kamp. Ja. Even traditioneel gezien, als we zo gaan denken. Genetisch gezien zijn we natuurlijk
dan ook erop gericht om naar buiten te gaan en juist te verkennen waar dan waar het beter is. De mens is ook een heeft ook heel lang een nomadisch bestaan geleefd. Wat zou je nou zeggen dan? Wat zou je zeggen? Zit jij vanavond? Wacht even. Okay. Wat zou je zeggen tegen die man die bij me zit en die zegt: Pim, ik zit vast. Ik wil heel graag erop uit. Ik wil heel graag ergens een bestaan opbouwen. Maar mijn vrouw houdt me tegen. Mijn vrouw wil het niet. Ze ziet het misschien wel, maar kinderen en die zit eigenlijk gewoon in een spagaat van ja. Ik wil wel, maar ik kan niet. Ja. Ja, kan niet licht op kerkhof en wil niet licht ernaast. Begrijp je de complexiteit en de... Volledig, tuurlijk. Daar heeft iedereen last van. En daar moet je zo snel mogelijk doorheen breken. Want als jouw gevoel zegt, dit moet gebeuren, dan moet je het doen. En misschien moet je dan op een bepaalde manier... Wat zou je tegen die vrouw zeggen? Nou, hoe kunnen we ervoor zorgen dat je vertrouwen hebt in wat die man hier ter tafel legt? Ja, onder het motto, je moet eerst afspreken dat natuurlijk een schip heeft maar één kapitein. En je moet afspreken onderling, wie is de kapitein? Ja, maar een goed schip heeft een kapitein en een stuurman. En de stuurman is minstens net zo belangrijk. Ja, maar als er geen hiërarchie is tussen die twee, dan loopt het mis. He, dus als je natuurlijk touw gaat trekken en de een van naar links en de ander gaat naar rechts, dan schiet je onderaan de streep schiet je niet op. Welkom in de 21ste eeuwse democratie. Geëmancipeerde samenleving. Ja, je zou ook kunnen zeggen, je zou je als man er ook bij neer kunnen leggen van mijn vrouw heeft de broek aan en die beslist. Ja. En, maar dan moet je ook niet meer zeuren. En dan moet je ook niet meer klagen. Dan is het gewoon, dat is de keuze. Ja. We blijven, we gaan keihard wonen hier. Ja. En naar de hockey. Dus hoe de rolverdeling ook is. En als het misgaat, dan hoef je niet eens te zeggen. Zie je wel, dan hoef je alleen maar één blik. Ja. Dus, dus het antwoord zou eigenlijk zijn, spreek af. Bepaal samen dat een schip één kapitein heeft. Yep. Dat denk dat man en vrouw daarover eens zijn. Ja. Rationeel gezien. Ja, ja. Wie je dan ook die oh, wat krijgen wij een hoop boze mensen die rol geeft. Zeggen dat wij hierover praten. De man is van oudsher toch vaak het hoofd van de familie. Het hoofd van het gezin is de man. Ja. Ja. In alle tradities bijna, in alle culturen. Ja, het leek goed te werken, ja. Het is heel gevaarlijk om daar... Mensen gaan over ons heen vallen omdat wij man-vrouw verschillen of chargeringen maken. Maar wat wij eigenlijk, denk ik, bedoelen te zeggen, is dat het vaak toch de taak is van de man om te zeggen, luister, ik wil graag goed voor iedereen zorgen. En dat ga ik doen als ik een bedreiging zie. En dat kan dus ook een vrouw zijn, hè? Maar als ik een bedreiging zie voor onze veiligheid, onze vrijheid, onze zekerheid, onze gezondheid, dan moet ik ingrijpen. Ja, dus een man moet in feite die verantwoordelijkheid pakken en een vrouw moet hem die ruimte geven om dat te doen. Of in ieder geval in een gesprek met elkaar hier een balans in vinden. Ja. Maar het moet gebeuren voor het welzijn van iedereen. En dit geldt dus niet alleen op het gebied van man-vrouw. Dit geldt eigenlijk op gebieden van de hele voetbalvereniging. Ja. De mannen onderling en de vrouwen onderling zouden hier met elkaar over moeten spreken. Ja, ik heb in de podcast bij Blue Tiger van Tom Switzer heb ik het voorbeeld genomen van Otto Frank, die dus in 33, een jaar eerder dan zijn vrouw en kinderen naar Nederland vertrok om daar een bedrijf op te zetten. Om in februari 34 zijn vrouw en kinderen naar Nederland te halen. Ja. Ik denk dat dat had hij niet gekund, wat natuurlijk een ongelooflijke moeilijke stap is geweest. Had hij niet gekund als zijn vrouw hem niet die ruimte gaf om dat ook te doen. En in de speech van Jeroen Pols tijdens MVO 2023 had hij het over Paraguay, waarin hij in gesprek was met iemand. Ik geloof dat het de burgemeester was van de plaats waarin hij zat. En hij zei, wij geloven in mannen, vrouwen en kinderen. En dat is eigenlijk zoiets simpels en vanzelfsprekends. Hè? Dat je gelooft in mannen, vrouwen en kinderen. En de hele zaal begon te applaudisseren. Dus zover zijn we eigenlijk al heen. En misschien wel afgegleden. Dat als je het hebt over zoiets vanzelfsprekends.
als wij geloven in mannen, vrouwen en kinderen, dat je daarmee al bijna iets aanwakkert wat misschien niet eens gezegd kan worden. Ik vind het ook heel fijn dat de geëmancipeerde spijkerbroeken en gimpjes dragende, knopdragende meisjes die voor NRC Handelsblad schrijven of in Hilversum bij de redacties werken, dat die het helemaal met ons oneens zijn en dat die achterblijven in het dorp. Wat onder water loopt. Ja. Daar ga ik ook echt geen discussie mee aan. Gewoon zeggen, nee, weet je wat? Ik zit ernaast. Blijf jij lekker in het dorp. Ja. Er is niks aan de hand. We hoeven hier niet over te discussiëren. Hou jij je man lekker thuis ook. En ga met hem praten over gelijkwaardigheid. Of zoiets. Want dat interesseert mij helemaal niet. Laat die mensen lekker in de tri-state blijven. Laat die mensen echt lekker elkaar. En dat is jammer. Want ze zijn met heel veel. En ze maken met dit gedrag het land kapot. Maar er is ook een Russische acteur. En die doet alsof hij een maffiabaas is. Maar hij zegt iets heel goeds. Hij zegt namelijk, when your government destroys your country, leave your country. Ja. When your country has been destroyed, come home. Ja. En dat is ook wat ik bedoel met I ain't going nowhere. Home is where the heart is. Ja. Mijn hart ligt hier. Ja. Dat is trouwens ook het verhaal van Bob de Wit. Professor Bob de Wit, die komt ook spreken tijdens MVO 2024. Hij heeft het over zijn Society 4.0, waarin hij dus aangeeft dat die samenleving op een hele andere manier opgebouwd moet gaan worden. Maar zegt hij ook, en dat zal hij ook toelichten in MVO 2024 op 12 april, dat het misschien nog wel eens een hele verstandige keuze kan zijn om eerst even Nederland te verlaten, omdat we het nog heel moeilijk gaan krijgen, heel zwaar gaan krijgen, om dan vervolgens wel terug te komen om het land weer op te bouwen. Ja, dus het is ook heel mooi om het leven te omarmen en een keuze niet per se als definitieve keuze te zien. Kijk, het is de 21ste eeuw. En zoals de situatie nu is, mag je reizen. En ik zeg altijd, stel jezelf nou eens total lockdown voor. Waar wil je dan zitten? Waar wil jij dan zitten? Ja, denk en, dat hier even bij stil moeten staan. Dit is een cruciale vraag. Die mensen zich... Stel je leeft in een 15-minute city. Ja. Je mag niet verder dan 15 minuten van je huis. Dit is geen science fiction. Dit is realiteit geweest. Hè? In grote delen van Europa. Mensen mochten in landen als Spanje, Portugal en Frankrijk, waar veel mensen uit Nederland nu naartoe willen vertrekken. Mensen mochten toen van hun huis naar de supermarkt op gezette tijden. Buiten die tijden op straat werd je keihard aangepakt. Ja. Stel nou dat die realiteit zich in een continue staat voor gaat doen. Wat niet ondenkbaar is. Wat dus niet ondenkbaar is, want de test is al geweest. Mm-hmm. Waar wil je dan zitten? Vertel jij eens, maar dan gaan we het even over jouw persoonlijke afweging hebben. Ja. De vraag stellen is een beantwoorden. Het is voor mij een hele lastige, want ik ben echt een buitenmens. Ik leef het liefst onder de sterren. En natuurlijk vind ik een beetje beschutting wel fijn. En vooral als die beschutting een beetje warm is. En die warmte heb ik liever van een houtkachel dan van zonnepanelen. En ik ben gelukkig en ik voel me thuis op Franse grond, Duitse grond, Hongaarse grond, Oostenrijkse grond en een klein beetje Italiaanse grond. Daar voel ik me thuis. Mm-hmm. Ik ben echt een Europeaan. Ik zie mijzelf niet zo gauw naar Zuid-Amerika vertrekken. Hoewel je misschien hele goede redenen hebt dat het daar vruchtbare grond, een goed politiek klimaat en dat het WEF en de WHO en de New World Order en de Central Bank Digital Currency en het Social Credit System, dat het daar allemaal niet gaat komen. Of zoals Klaus Schwab zegt, it's a frightening scenario of the comprehensive global cyberattack. Kijk, dat woord global, best wel belangrijk, hè?
En Catherine Austin Fitz noemt het ook Mr. Global. Dat betekent dat... dan is het overal. Huh? Dus ga er nou eens van uit dat je... dat voor dat tyrannieke systeem, dat je daarvan niet weg kan. Ik schrijf ze even op. Je zegt Frankrijk, Oostenrijk, Duitsland, Hongarije. En Italië. En? We hebben het over het oude Habsburgse Rijk dus. Ja. Zitten we ook een stukje Roemenië misschien? Ja, zeker weten. Prachtig. Prachtig. Maar ja, overal zijn problemen en overal zijn mensen die erop uit zijn om andere mensen kwaad te doen. Het is nergens perfect. Ja. Het is echt nergens perfect. Maar zeg je dan ook dat voor jou by far leading is, daar waar je een goed gevoel hebt in het land om te wonen? Dat gevoel en er een goed gevoel bij hebben, dat eigenlijk de enige criterium is. Echt waar, ja. Ja, want rationeel is hier echt geen touw aan vast te knopen. Want je kan mij 10 argumenten geven om naar Portugal te gaan. Ik kan je er ook 10 geven om het niet te doen. Ja. Je kunt me de 10 geven om naar Duitsland te gaan. Ik kan je de 10 geven om het niet te doen. Ik kan je 10 argumenten geven om in Nederland te uit Nederland te vertrekken. Maar je kan ook je 10 argumenten geven om in Nederland te blijven. Ja. Dus... En als je daar nog waarderingen en aan wil hangen... Oh, dit wordt een wiskundesom van heb ik jou daar. Ja. En aangezien de mens een emotioneel wezen en niet een rationeel wezen... stel ik voor dat mensen hun gevoel... En dan zijn we wel weer terug bij de vrouwen. En het stukje van Bert Klunder, wat we niet mochten aanhalen... maar wat wel heel treffend is, is dat hij zegt... vrouwen zijn bij uitstek gevoelsmensen. Dus voor al die mannen die in gesprek gaan... He, het gaat natuurlijk om de dialoog. Als jij de dialoog hebt met... Of ook met je vrienden. Als je met een vriendengroep wil vertrekken. Mannen en of vrouwen. Als je de dialoog aan kan gaan. Dat je met elkaar zegt... En heel nadrukkelijk. Wat denk jij en wat voel jij? Wat denk je en wat voel je? Mooi onderschrijf. Ga nou eens die twee... En dan maakt het dus niet... En dan wordt er gezegd van vrouwen... dat zijn bij uitstek gevoelsmensen. En dan adviseer ik de mannen dus... luister verdomd goed naar het gevoel van je vrouw. Want... En durf ook te vragen... voel jij angst als ik jou vertel dat die dam gaat doorbreken? En is dat een angst waarvan je zegt... ik doe even aan cognitieve dissonantie... ik weet dat je gelijk hebt... maar... Ik wil het niet weten. Dus die cognitieve dissonantie, hè, dat wegkijken... dat is natuurlijk wel cruciaal om dat niet te scharen onder zuiver gevoel. Kom even met z'n allen tot... Maar zeg... Kijk, en dat is natuurlijk het grote dilemma... is dat voor sommige mensen is een acceptatie van de realiteit heel ingewikkeld... en die gaan naar allerlei manieren zoeken om te zeggen... nee, maar die realiteit zit anders in elkaar... Dan heb je een discussie over ik denk dat er dit gaat gebeuren. En de ander zegt, ik denk dat het niet gaat gebeuren. Of ik denk dat het laat gaat gebeuren. Of ik denk dat het anders gaat gebeuren. Kijk, in Afrika, in Mali, rijden geel geschilderde Europese busjes rond. Dat is mooi, hè? Hier in 2025 mogen er, 1 januari 2025, mogen heel veel dieselbusjes van aannemersbedrijven, kleine ondernemers. Ja. Moet allemaal weg. Ja. Het mooie is, op het moment dat we ze in Rotterdam of Hoek van Holland op de boot zetten naar Afrika, als ze daar ook diesel tanken, vervuilen ze niet meer. Ja, nee, goed, dat weten we. Hè? Dus we kennen die tegenstrijdigheden. Nee, maar in Afrika schilderen, het eerste wat ze doen is ze schilderen ze geel tegen de zon. En in rode letters staat daar de verzekeringspolis op de auto geschilderd. Er staat op qui sait l'avenir in het Frans. Wie kent de toekomst? Oftewel, dat is de beste verzekeringspolis. Want als u instapt, is het op eigen risico. Ja. Ja. Maar het is een keuze. U stapt wel in of u stapt niet in. Maar we gaan u niet garanderen dat dit goed gaat. Je hebt je losgemaakt. Of je hebt je vrijwel losgemaakt. Ja. Je hebt dus bepaald, hè, dat het dus om een gevoelskwestie gaat. Om een land uit te kiezen waar jij je fijn voelt. Ja. Hoe ziet nou jouw toekomst er nu uit dan? Wat ga je nu doen? Ik heb een beeld van de toekomst. Waarbij ik ga proberen
en nadruk op proberen. In Nederland te blijven doen wat ik doe. Podcasts maken en jurist zijn. Mm-hmm. Ik ga er echter wel van uit dat dat op een gegeven moment in Nederland en in het buitenland niet meer mag. Mm-hmm. Net zoals voedsel verbouwen. Ga ik in Nederland wel nog doen. Ga ik gewoon nog doen in Nederland. Komend jaar ben ik sowieso nog in Nederland. Voedsel aan het verbouwen. Je kachel steek je nog aan. Ik steek mijn kachel nog aan. Ja, je maakt je podcast. Ik maak mijn podcast. Ik heb een mobiele studio. Ja. Die rondrijdt in Nederland. Dus in die zin, I ain't going nowhere. I ain't going nowhere. Maar ik zorg wel. Ja. Dat als de totale lockdown komt. Heb ik besloten. Dan wil ik gevoelsmatig. Wil ik in Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk of Hongarije zijn. Dus ik zorg dat er in al die landen een plek is. En die hoef je niet eens per se te kopen. Hè? Dus je kunt ook afspraken maken met vrienden die in een van die landen zitten. Van als ik hier naartoe kom, kan ik dan bij jou. En als jij naar mij toe komt, kan jij dan bij mij. Dat liedje van Claudia de Breij. Ja, nee, dat is verschrikkelijk. Als er oorlog uitbreekt. Verschrikkelijk. Nee, ik ben het met je eens. Dat, ik denk dat we dat ook even moeten bespreken. Kopen of huren. Dat er natuurlijk vanuit het oude denken dat kopen natuurlijk heel erg opkomt. Hè? Ik ga naar Spanje en ik koop daar een huis. Want dan is eigendom. Maar geloof ik zou heel veel argumenten ook kunnen opnoemen waarom het juist beter is om niet te kopen. Ja. Maar om juist te gaan huren. Ja. Want alles wat je hebt kunnen ze je afpakken. Je huurcontract kunnen ze van je afpakken. En als je toch wat meer onder de radar wil leven. Ja, dan is het maar beter om geen kadastrale inschrijving te hebben ergens. Het punt is, we leven allemaal onder de radar. Dat betekent dat iedereen echt hartstikke traceable is. Hè? Het is ongelooflijk hoe ver de technologie al is met camera's, met gezichtsherkenning op alle snelwegen in heel Europa. Ja, dus toch, als je met het vliegtuig over Frankrijk vliegt, dan vlieg je over oneindige gebieden, niemandsland. Ja. Dat je denkt van ja, om... Het duurt nog heel lang voordat ze daar op iedere hoek van ieder landweggetje een camera neer hebben gezet. Ja. Maar dan zit je weer buiten de tri-state. Dan zit je buiten. Het vliegtuig, kun je ook over Hongarije laten vliegen of over Polen, wat dan ook. Ja. Daar oneindige stukken niemandsland. Ja, dus, en het wordt heel erg geromantiseerd. Off-grid wonen in de natuur. Je ziet ook heel veel mensen daarvan terugkomen, van die gedachten. Dus ze missen dat sociale ook enorm. Ja, omdat je natuurlijk vergelijkt met dat dorpje aan dat riviertje bij mooi weer. Ja. Hè, maar ik zou dus met twee man een vuurtje stoken boven op de berg in de wind en de regen. Dat is geen fijn vooruitzicht, behalve als je ziet dat het dorp onder water is. Ja, maar als je gaat wachten tot het... Kijk, ik heb wel eens gezegd, je kunt beter 3 jaar te vroeg vertrekken dan 1 dag te laat. Ja. Dat is een hele belangrijke om je in gedachten te houden. Ja, maar we hebben nog tijd. Ja. Dan vaar je hem erg scherp aan de wind. Kun je doen. Je kunt zeggen van nou... Hè? Kijk, bijvoorbeeld, dat is een belangrijke. Tijdens de COVID-periode zou er in Oostenrijk een vaccinatieverplichting komen. Mm-hmm. En ik dacht... Nergens ter wereld kunnen ze vaccinaties echt verplichten. Ze kunnen wel zeggen, als je arts wil zijn, dan moet je hem nemen. Dat betekent dat je kunt kiezen om geen arts meer te zijn. In Frankrijk hebben 5000 artsen hun praktijk opgezegd, want je moest gevaccineerd zijn om praktiserend arts te zijn. Er zijn 5000 Franse artsen, waren van de ene op de andere dag hun baan kwijt. Want die konden niet voldoen, spiritueel, mentaal, intellectueel, aan die vaccinatie-eis. Ze zeiden... Dat wil ik niet. Nou, okay, dan mag je geen arts zijn. In Oostenrijk zei men, we gaan het verplicht stellen voor de hele bevolking. En ik keek daarnaar en ik dacht, dit gaat in tegen alles wat ik meen te weten over de periode waarin wij leven. Hoe bedoel je dat? Dat gaat in... Ik denk dat je nooit iemand kan verplichten om zijn lichamelijke integriteit te schenden. Spiritueel ook niet? Nee. Ik heb dus verhalen gehoord dat we in een gedeelte van de kosmos leven waar we die zelfbeschikking hebben. Ja. En waar ze daar niet... Je mag daar niet aan morrelen. Dat geloof ik. Ja. Dat is inderdaad een theologische of spirituele kwestie. Dus ik geloof dat er niemand verplicht kan worden tot een inbreuk op zijn lichamelijke integriteit.
maar ze kunnen het je wel heel moeilijk maken. Ja. En dat is natuurlijk... Dat je heel veel moet opgeven. Dat je dus, als je hier blijft, dat je op z'n best tot de rand, tot de periferie van de maatschappij zal gaan. Ja, dan word je weggedrukt. Als je niet voldoet aan de digitale identiteit en bijvoorbeeld de chip in je hand, dat je niet mag kopen en verkopen. Nou, terug naar de Bijbel. Bijvoorbeeld. En toen in Oostenrijk zijn er, ik geloof, 30.000 mensen geweest die hebben hun huis verkocht. Ze zijn naar Hongarije gegaan. Ja, die zijn grotendeels naar Hongarije vertrokken. En 2 dagen voor het invoeren van die verplichting ging het niet door. Ja. Maar moet je daarop wachten? Er zijn natuurlijk heel veel Oostenrijkers die toen dachten, ja, verdikke me, ik heb net mijn huis verkocht. Wat verdikkie. Ik heb mijn hele leven ondersteboven want ze gingen het verplicht stellen. En de zeer onbetrouwbare Oostenrijkse overheid, die zei ineens, toch niet. Maar dan, en al die mensen die niet verkocht hebben, zeiden toen, zie je wel, goed gegokt. En de mensen die wel, maar dat balletje, dat muntje had misschien ook de andere kant op kunnen vallen. Ja, het is hetzelfde als kopen en verkopen op de beurs. Mensen die wachten met verkopen totdat de beurs zijn hoogste punt heeft bereikt, die is altijd te laat. Want je weet niet wanneer het hoogste punt is. En als je wacht met kopen tot de beurs op het laagste punt staat, ben je ook te laat, want je weet het niet. Dus wat dat betreft is het heel lastig om dat momentum te meten. Ja, en dat is waar mensen het heel moeilijk mee hebben. Je hebt een aantal landen genoemd. Ik wil Hongarije er even uithalen. Omdat Hongarije toch ook een land is waar veel aandacht bij veel mensen naartoe gaat. Mm-hmm. Hoe kijk je aan tegen het Hongarije onder Viktor Orbán? Fragiel. Het is fragiel. Jeroen Pols was op zijn zachtst gezegd niet positief over Hongarije. Ja. Ik begrijp waarom. Vertel. Nou, kijk, de Hongaren hebben de forint en ze zijn een netto ontvanger van de EU. Dus dat betekent dat als zij uit de EU gaan, en dat zal moeten als jij je morele en je spirituele en je economische waarden hoog wil houden, en je zelfbeschikkingsrecht en je soevereiniteit, en een bevolking wil hebben die bestaat uit Europese mensen die werken en wonen en belasting betalen, dan zul je uit de EU moeten. En dat is een enorme klap voor de Hongaarse economie als ze dat doen. Mm-hmm. De Hongaren hebben niet zo heel veel te bieden aan de rest van de wereld. Dus ze zullen moeten, mensen moeten importeren. En het is niet per se een heel erg... Immigranten bedoel je? Ja. Ze zullen daaraan mee moeten doen. Ja, dus er staat serieus van prachtig een bord. Hongarije en Viktor Orbán verwelkomen de vluchtelingen uit het multiculturele Westen. Ja. Dat bord levensgroot. Politieke vluchtelingen. Politieke vluchtelingen, kom hier naartoe. Wij hebben andere opvattingen over bijvoorbeeld man, vrouw, kinderen, migratie, economisch beleid, et cetera. Ja, want de meeste mensen die ik spreek en die ook naar de podcast luisteren, die kan ik scharen onder het kopje politieke vluchtelingen. Ja, zeker. Zover zijn we dus al heen. Nou ja, ik kreeg laatst allerlei berichten door dat ik de afgelopen 4 jaar op de lijsten van alle veiligheidsdiensten in Nederland, en dat zijn er meer dan je denkt, maar in ieder geval dat ik daar sta omdat ik een mening heb en die verkondig in een land met vrije meningsuiting. Dan sta ik waarschijnlijk nu ook op die lijsten. Ja, dus het is, laat ik het zo zeggen, een land is er slecht aan toe als zo'n marginaal persoon als ikzelf staatsgevaarlijk is. Mm-hmm. Dan heb je als land echt een probleem. Als ik al gevaarlijk ben, dan hebben we echt een probleem. Want er zijn een heleboel mensen die zijn echt gevaarlijk en die staan niet op die lijst. Ja, maar goed, in Hongarije is het nu nog zo dat zij wel immigranten ontvangen, maar die lopen net zo door naar Nederland, omdat het hier beter is. Dus statistisch gezien voldoen ze dan aan hun quota. Maar uiteindelijk onderaan de streep blijft niemand daar hangen. Nee. Want niemand wil daar wonen. Nee. Dus de... Want er zijn geen voorzieningen voor. Het is hetzelfde met heel veel Oekraïners. Dus er moet wel een welwillendheid zijn van de overheid. Ja. Als die overheid wel meewerkt op papier, formeel, maar uiteindelijk een soort van een
Kijk, in Nederland is het zo dat natuurlijk daar is het tegenovergestelde. Ja. Daar wordt ook de Nederlander geheel weggevaagd. Ja. En iedereen die hier binnenkomt, die krijgt van een gratis rijbewijs, tot onderdak, tot zakgeld, tot eten en drinken en zorg. Op alle vlakken worden ze hier gepamperd en binnengehaald. En op alle Telegram en WhatsApp groepen wordt het gedeeld met hun lotgenoten. Ja. En komen ze hier naartoe. Maar dat is dus, ik maak dit zelf actief mee in mijn leven. Ik was eigenaar van een klein hotelletje in Friesland met appartementen daarbij. Als ik, toen ik dat kocht in 2018, gevraagd had, mogen hier de komende 5 jaar Nederlandse mensen die een huis zoeken wonen? Mogen die hier wonen? Zich inschrijven, een BSN-nummer. En hier permanent verblijven. Dan denk je aan een hoop mensen een plezier mee zou kunnen doen. Prachtige appartementen, had ik heel veel mensen gelukkig meegemaakt. Was ondenkbaar. Ondenkbaar. Dan kijken ze aan alsof ze, of ze water zien branden. Mm-hmm. Nou, binnen een vloek en een zucht. Kijk, ik ben er nu weg. Het is niet meer van mij. Het is nu voor 50 Oekraïners. Nou. En die gaan daar de komende jaren wonen. Voor hen mag het wel. Ja. En ik snap dat heel veel Nederlanders PVV stemmen. Want die zijn dat dus zat. Ja. Hey, hoe kijk je aan tegen onder community? Community is ook zo'n term tegenwoordig waar veel over gesproken wordt. Community dit, community dat. Ja. Ik begrijp het wel, dat je als je natuurlijk naar Hongarije, Roemenië of wat voor land ook gaat, dat je heel graag met gelijkgestemden. Ja, je wilt in ieder geval je moedertaal spreken. Hongaars is een lastige taal. Taal is een bindmiddel, hè. Taal is een heel belangrijk bindmiddel. Onderschat dat niet. Kijk, ik ben gelukkig door mijn ouders Frans, Duits, Engels en Nederlands opgevoed. Dus dat betekent dat ik voel mij ook echt Europeaan wat dat betreft. Dus qua taal, als ik in Frankrijk ben, kan ik... Hè, iedereen zegt altijd, Frankrijk is geweldig, maar het is zo vervelend, want de Fransen wonen er. Ja. Zegt iedereen, iedere lullige Hollander die nog net croissant niet fatsoenlijk uit kan spreken. Of baguette of ooievaar zegt, hè, bij het verlaten van de croissanterie. Het enige wat je hoeft te doen om in Frankrijk een fijne tijd te hebben, is 20 zinnetjes Frans te spreken. 20. Dat is een dagje studeren. Want de Fransen vinden het fijn als je Frans spreekt. Ze zijn helemaal niet zo chauvinistisch. Ze zijn helemaal niet zo nationalistisch. Wat zij willen is dat jij net zoveel houdt van hun taal en hun land als zij. Dat is wat de Fransen willen. Nou, fantastisch. Leer 20 zinnetjes Frans. Ben je thuis in Frankrijk. Ik snap wel dat je even moet wennen aan het feit dat het brood daar lekkerder is en dat het vlees daar beter is en dat de groenten daar nog smaken naar groenten in plaats van naar water. Zogenaamd allemaal nadelen. Weet je, dus de gemiddelde Fransman eet beter dan onze koning, hè? Gewoon in Parijs en ieder willekeur eet je een betere omelet dan dat je bij het paleis voorgeschoteld krijgt, hoor. Ja, maar even terug naar community. Begrijp je dat mensen op zoek gaan naar in een land naar een community en met gelijkgestemden daar iets willen opbouwen. Ja, maar ja, wat zijn gelijkgestemden? Mensen hebben toch altijd ruzie onderling. De mens, zeker nu. We hebben heel weinig opofferingsbereidheid, hoor. Maar dus dat is een... Het is heel veel ik wil. Ja. Heel veel ik wil, heel weinig opofferingsbereidheid. Het mag echt nog 1000 keer zwaarder worden. Of mensen moeten beter in de spiegel gaan kijken en zeggen, wat is de oplossing? Misschien moet ik eens een keer een paar dingen loslaten. Misschien, dat heb ik, dat is dus voor mij heel heilzaam. Dat is een dilemma dus. Ja, je moet dingen loslaten. We hebben dus een dilemma om te zeggen van oké, of je gaat als Einzelgänger ergens zitten. Ja, kun je beter doen dan proberen een community op te bouwen met de mindset van de meeste mensen, als ik heel eerlijk ben. Ik bedoel, dit is heel vaak geprobeerd en minstens net zo vaak mislukt. Ja, en een wat losvastere variant, dat je in Hongarije in een dorp gaat zitten waar in dat dorp gewoon wat meer Nederlanders wonen. En je organiseert je een beetje, maar je laat elkaar vooral met rust. Ja. En leuk als je elkaar 1 keer in de week probeert te treffen. Is ook de reden waarom denk ik veel Nederlanders naar Spanje gaan, omdat daar gewoon heel veel Nederlanders zitten. Ja. Als je langs die Costa's gaat, is het natuurlijk... Ja, maar ja, dan kun je ook naar de Verenigde Staten vertrekken, want daar zitten er ook heel veel. Dat lukt wat minder, want gisteren sprak ik iemand die zit in Florida. Ja. En hij zei van Florida is by far het beste stuk waar je eigenlijk kan zitten. Alleen, ja, het is gewoon niet eenvoudig om daar een residentie te krijgen. Nee. Dan doe je mee naar loting en dan heb je 2% kans dat je wordt uitgeloot. Ja.
Dat is wel gaaf hoe de Verenigde Staten aan die zuidgrens heel Mexico importeren. En de Europeanen weren. Ja. Dus daar kun je ook van denken van, is dat dan... Gaat dat dan leiden tot... Kijk, en dat is het ook een beetje. Er is in ieder land is natuurlijk wel wat aan de hand. Ja, je kunt bij ieder land 10 argumenten noemen waarom wel. 10 voor... Zelfs voor Ameland zou je dat kunnen zeggen. Ja. Ja, dan zou ik... Ja, ja. Ja, het heeft heel veel voor. Ik zou echt kunnen voorstellen dat ik een keer iemand heb in mijn podcast... Die naar Ameland is gegaan. Pim, ik heb reden naar Ameland. Ja. En ik wil in jouw podcast uitleggen waarom Ameland voor mij de place to be is. Ik denk dat de Amelanders nog stugger zijn met mensen niet van het eiland binnenhalen dan de Fransen. Nee, maar zie je, ik zou het nog begrijpen. Dan kun je echt... Je kunt bij wijze van spreken voor ieder stuk, in ieder gebied... Kan je dus bepaalde voordelen noemen... Limburg, probeer maar eens in Maastricht te gaan wonen. Dat is ook anders. Ja. En denk niet dat je ineens zomaar een Limburger bent, hoor. Ik had laatst een Limburger, een geweldige vent, die keek mij aan. En hij zei, dat kunnen jullie niet, carnaval. 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 Ja. Dat kunnen jullie niet. En hij heeft gelijk. Hij heeft gewoon gelijk. Dus, kijk, voor mij persoonlijk, het wordt een nomadisch bestaan. Als ik... Vroegen de mensen, Sven, waar ga je heen dan? Ik was wel grappig, want ik kwam bij BVNL naar binnen. Op de verkiezingsavond. Nou, dat werd een verdrietige avond. Maar ik zei, jongens, ik heb gewonnen vanavond. Want ik ben bevrijd van mijn verplichting. Je bent ontslagen van je verplichting. Ik ben ontslagen van mijn verplichting. Ja. En toen zeiden ze, ja, maar jij zou toch weggaan? Waar ga je heen? Ik zei meteen, Rusland. Keken ze me aan. Hè? Rusland? Groot Engeland, Poetin. Enge meneer. En toen zei ik, ja. Ik zei, wie komt Europa bevrijden straks dan? En toen, ik doe dat om te chargeren. Wat weet ik nou van politiek? Geen idee. Maar in het brein van al die mensen, dan zie je de vooroordelen, dan zie je de beperkende gedachtes. Als je zegt, ik ga naar Rusland, want iemand moet straks Europa komen bevrijden. Van deze gekte waar jullie in gaan zakken nu. Met Frans Timmermans en Geert Wilders en weet ik wat voor politiek en de Europese verkiezingen. Het houdt niet op Guy Verhofstadt die zegt we moeten Tucker Carlson weren uit Nederland. De gekte is compleet. Ja. De gekte is compleet, ja. Dan zeggen ze, ja, maar daar zit een dictator. Ja, maar hier ook. Alleen hier is hij nog veel erger, want hier is het systeem aan zich. In alles zit het. En het is een oneerlijke dictator. Daar heeft de dictator nog een gezicht. En die wint er geen doekjes om. Als je hier zegt, jullie zijn een dictator. Dan op Twitter dan staat de politie voor je deur. En dan word je opgepakt. Omdat je gezegd hebt... Maar u mag de minister-president geen dictator noemen. Dat mag niet. Ik heb binnenkort trouwens iemand in de podcast. Een Russische dame. Maria Therese Terhaar. Zij wil iets vertellen over Rusland en waarom Rusland in haar ogen eigenlijk een heel mooi land is om naartoe te gaan. Ook voor Nederlanders. En zij zijn bezig in verband met een aantal mensen om een soort van brug op te zetten tussen Nederland en Rusland. En dat schijnt ook heel goed mogelijk te zijn hoor, om naar Rusland te gaan en daar je visum te krijgen. Ja, we hebben een lange historie. Het is veel makkelijker om in Rusland... je visum te krijgen dan in de VS. VS. Ja. Wij zijn een vazalstaat van de VS. Maar het is moeilijk om daar binnen te komen dan in Rusland. Ja. Nou ja, historisch gezien is er een goede band tussen Nederland en Rusland, Peter de Grote. We hebben in Amsterdam een dependance van de Hermitage neergezet. Ja. Er was nooit veel aan de hand. Er was nooit zo heel veel aan de hand. Kijk, en de Rus heeft in principe een Europese ziel. Niet onbelangrijk, hè, als je dat meeneemt. Dus ik zie mezelf niet zo heel erg snel een Chinese ziel ontwikkelen. Mm-hmm. Maar dan moet je wel eerst een idee hebben bij wat is dat dan, een ziel? En ben je, een ziel zorgt voor hechting en binding bijvoorbeeld. Kijk, als ik geen ziel heb, dan maakt het me niet uit wat er met jou gebeurt, Pim. Het interesseert me dat toch helemaal niet, als ik geen ziel en geen geweten heb. Maar ik heb wel degelijk een ziel, dus ik geef om jou. En we delen een taal en we delen een land en er is een band tussen ons. Er is een band. En die band die wordt vormgegeven door de ziel. Dus als je de Rus ziet, dan weet je dat de Rus een Europese ziel heeft. En dat is mooi, want daar kun je dus op zielsniveau mee communiceren. Want je kunt niet alleen maar
mentaal communiceren met mensen. Je moet dat ook op zielsniveau kunnen. Daarom zeg ik, ik zal misschien aan de randen van Europa gaan leven, maar ik zal nooit Europa kunnen verlaten. Want mijn ziel staat het niet toe. En voor sommige mensen... Heeft Zuid-Amerika, Midden-Amerika geen Europese ziel? Nee. Nee? Nee. Er zijn wel heel veel immigranten. Ja. En ik bedoel, Bariloche lijkt gewoon op Beieren. En ze hebben Duitse kranten. En Spaans. Ze spreken de Spaans. Maar ik ben veel in Zuid-Amerika geweest. Zuid-Amerika, de grond, hè? De bodem, je bent wat je eet, en de grond die in het voedsel gaat en die jouw ziel en jouw lichaam helpen ontwikkelen en vormen, is wezenlijk anders dan hier, dan Europa. En dan pak ik grote Europa. En dan streep je Azië dus helemaal af. Voor mijzelf, ja. Jazeker. Zuid-Amerika, Afrika. Eigenlijk zelfs ook Noord-Amerika, want ook Noord-Amerika heeft geen Europese ziel. Dat vind ik ook dat is het verwarrende van Noord-Amerika. Daarom zijn alle Amerikanen ook zo in de war. Die hebben echt geen identiteit. Die identiteit heeft zich nooit gevormd. Hè? Ze zeggen wel, I'm an American. Maar hoor je hier ooit iemand zeggen, I'm a European? Nee. Spanish, ze hebben identiteit. Daar heb je African-Americans, Irish-Americans, Italian-Americans. Dus Amerika, de VS, it belongs to the natives. Cherokee, Chickasaw, Lakota, Sioux. Dat is hun ziel. En hun grond is anders. Laten we eventjes ons even verdiepen in de kijker, hè, die nu kijkt. Hè, want we helpen ze. Dit is ook even om de kijker te helpen om daar wat orde in aan te brengen. Dus ja, ik ben niet voor niets gast nummer 13. Hè. We gaan even buiten de gemiddelde kaders van praten over vertrekken. Wat bedoel je daarmee, gast nummer 13? Wat is het getal 13 voor jou? De 13e apostel. Wordt niet over geluld. En vrijdag de 13e, de dag dat de tempelridders werden gearresteerd. Ja. Dus het getal 13. Als je nou... Hè, als ik nou een serie zou maken, zoals jij. Dan zou ik bij de 13e een vreemde eend in de bijt nemen. Dan zou ik 12 dingen zou ik bij mijn onderwerp blijven. En dan zou ik bij de 13e een beetje gaan afwijken. Ja. Dus dat zal geen toeval zijn. Okay. Dus laten we eventjes terugkijken naar de kijker. Het is heel leuk om die ui even af te pellen. Hè? Het is niet zegt dat iedereen dat op die manier doet, maar het is wel weer een manier om er naar te kijken. Je pelt het af. Je hebt het inderdaad over de grond, over Europese grond. Je hebt het ook over gevoel, waar jij je fijn bij voelt. Nou, dus er is een verband tussen die Europese grond waar jij je fijn bij voelt. Dat zijn landen die hier dichtbij liggen. Je hebt het niet over Scandinavië, Denemarken bijvoorbeeld. Nee. Want? Nee. Ik merk dat ik persoonlijk heel erg houd van de seizoenen. En zelfs iets meer van een landklimaat dan dat gematigde zeeklimaat in Nederland. Ik merk dat mijn lichaam daar goed op reageert. Mm-hmm. Daar krijg ik energie van. Dus ik wil die seizoenen goed meekrijgen. Dus het is daar te noordelijk, vind ik het te lang donker. Ja, Zwitserland. En vind ik het te koud. Ja, Zwitserland. Prachtig, maar de Zwitsers hebben geen humor. Hè? En dat zijn echt... De Duitsers gelukkig wel. Dat zijn anders. Andere humor hebben die. De Oostenrijkers. De Oostenrijkers kun je wel mee lachen. Dat is echt hilarisch. Met de Oostenrijkers kan ik goed overweg. Maar dat zijn natuurlijk eigenlijk Hongaren. Ja. En met Hongaren kun je absoluut lachen. Zeker als je hun taal spreekt. Ja. Ik ben nog aan het studeren. Ja. Wat ik voel dat ik die taal moet spreken. En dat is nogal een opgave. Ik lees en schrijf Oud-Grieks en Latijn. En ik spreek de Romaans-Europese talen een beetje. Maar dat Hongaars is echt heel anders. Dus dat is ook voor bijvoorbeeld een enorme drempel. Ik vind dat als je naar Hongarije gaat, dan moet je die taal ook... Maar Roemenië is Latijnse taal, hè? Ja, ik spreek ook Roemeens, want ik spreek Frans en Latijn. Ja. Hè? En kijk, Julius Caesar zei al, de Dakiërs zijn niet te beschaven.
Dus die hebben gewoon echt de inheemse bevolking uitgeroeid. En dat wordt helemaal opgebouwd uit Romeinen. En toen hebben 1800 jaar later heeft Napoleon het dunnetjes overgedaan. En toen tijdens het terugtrekken uit Rusland zijn er heel veel Franse soldaten achtergebleven in Roemenië. Dat is de reden waarom ze daar dus Latijnse taal hebben. Ja, dan spreken ze Frans en eigenlijk Latijn. Dat is Roemeens is gewoon Frans gemengd met Latijn. Ja, ja. Ja, ik ben daar geweest in Roemenië en ik vond het een prachtig land. Ja. En met name dat stuk wat vroeger behoorde tot Habsburgse Rijk. Ja. Dat is, ook die steden hebben ook allemaal nog een Duitse naam, hè? Ja. Ja. Ja, kijk. Sowieso voor jou en voor de kijker. Ons leven is zo rijk door al deze problematiek. Dus daar moet je ook dankbaar voor zijn, voor die zorgen die je hebt. En voor die dilemma's die Maar moeten we niet gewoon zeggen met een aantal mensen, want ik heb ook Thierry Baudet gesproken vandaag, daar schuif ik binnenkort ook aan. Ja, dat zal binnenkort ook wel een politiek vluchteling zijn. In Forum Insight. Ik spreek jou hierover. Er zijn zoveel mensen die ik erover spreek. Dat we in feite gewoon moeten zeggen met elkaar. Misschien is het kies verkeerd, maar kies. Hè? Want niks brengt zoveel rust als een genomen beslissing. Dat we gewoon een land uitkiezen, een gebied uitkiezen, een regio, een stad, maakt niet uit. En zeggen, dat wordt dan onze bestemming. En het is niet dat we in een ommuurde community moeten gaan zitten. Want ik bedoel, dan slaan we elkaar ook misschien de 3 dagen de hersens in. Maar we kunnen wel zeggen dat met een hele groep gelijkgestemde mensen, die allemaal op eenzelfde manier denken, weet je, we kiezen gewoon wat uit. Ja, we nemen Hongarije, we nemen Roemenië, maakt niet uit, daar gaan we zitten. Jongens, als je dat wat lijkt, koop er ook in de buurt wat. En iedereen gewoon voor eigen rekening en risico. Maar dan heb je in feite de best of two worlds. Ja. Je neemt Nederland tijdelijk even mee. We parkeren maar je moet wel een voortrekkersrol erin nemen. Je moet gewoon zeggen met een paar mensen. Ik wou dat net zeggen. Iemand moet dat wel gaan organiseren. Want zoveel mensen, zoveel wensen. Dus er gaan tijdens die informatieavonden die je dan organiseert, gaan heel veel mensen ja maar zeggen. En iedereen, dat is heel vervelend, maar iedereen heeft natuurlijk zijn eigen zeurverhaal. Ik sta er helemaal niet voor open. Ik zeg alleen, ik naartoe. Jongens, als dit is het format, daar voel je wel of niet toe aangetrokken. Zoek het uit. Waar gaan we heen dan, Pim? Als je dat, maar daar kun je het ook over nadenken. We kunnen natuurlijk zeggen dat we de aankomende weken over na gaan denken. Ja. En dat we tijdens MVO 2024 een plek hebben geselecteerd. Misschien wel binnen dit format. Binnen deze. Hebben we de mensen die daar nu wonen ook al geïnformeerd dat we eraan komen? Want ik denk dat als je daar met een bataljon van 1000 Nederlandse ondernemers aan gaat. Hoe mooi is dat? Dat je, als je dan gewoon zo'n hele grote groep hebt. Dat ze dat wel een beetje als een invasie gaan ervaren, denk je niet? Ja, maar dat is dan ook maar zo. Kijk, en het is niet gelijk 1000. Ik bedoel, dat bouwt zich op en het hoeft niet allemaal in één dorp te zijn. Het kan ook in een regio zijn. Ik hoorde recent dat er nogal wat boerderijen leeg staan in de Oekraïne. Ja, nou ja, kijk, dan zou je kunnen zeggen van ja, naar Roemenië, dan zit je vlakbij het front. En dat is niet handig. Maar nogmaals, wat je ook zegt, er is overal wel iets voor te zeggen. Je moet iets uitkiezen. Ja. Kies verkeerd, maar kies. Blijven zitten en afwachten. Nee, dan stroomt je wasmachine gewoon mee als die dan doorbreekt. Daar ga je. Zullen we dat doen? Zullen we eens na gaan denken de aankomende weken? Oh. Dat we gewoon eens zeggen van, we komen met een soort van wie is beu? Jij en ik? Ja. Ja, ja, dan gaan we dat doen. Ja? We gaan dat doen tijdens MVO 2024 op 12 april. Ja. Komen we met een plek, met een gebied, met een land. Maakt niet uit, dat gaan we wel inkaderen. Van, daar gaan we ons op focussen. Ja. En dat is het dan ook. En ik wil er ook niks anders meer over horen. En dan kan ik ook gewoon 30 argumenten opnoemen waarom we daar gaan zitten. It's not a democracy, it's a yes or no question. Ja, en als jij zegt, ja, ik heb al niks met weet ik veel, het westelijke stuk van Roemenië, nou, of met dat stuk.
Ja, ga dan naar Ameland. Of ga naar Spanje. Er is geen goed of fout daarin. Ja. Maar onder... Ja, maar jij probeert nu van heel veel los zand... Probeer jij cement te maken. Dat ben ik. Dat doe ik altijd. Ja, ben jij een cementmaker, ja? Ik ben altijd een cementmaker. Ik probeer altijd structuur aan te brengen... en een bepaalde logica aan te brengen... en een bepaalde richting aan te brengen... of een model ergens van te maken. Ik probeer iets wat ogenschijnlijk... geen structuur heeft... en te complex is... toch terug te brengen naar een eenvoudig model of een eenvoudig antwoord. Ik vind dat knap. Ga je die uitdaging aan? Om de aankomende 6 weken is het nog, of 7 weken? Ja, voordat ik bij MVO sta, dat wij samen de aankomende 7 weken dat oppakken om na te denken. En dan met een gefundeerde visie komen op een plek in Europa. Ja. Want, hè? Ik voel wat je zegt. Fijn. Het is geen begrijpen, hè? Fijn. Ik voel wat je zegt. Ja, maar dat is belangrijk. Want dat gevoel, en daarvan kunnen wij dus veel van de vrouwen leren, zijn gevoelsmensen bij uitstek. Ja, maar ik kan je ook zeggen dat ik de afgelopen tijd ook bijna alles op gevoel doe. Ja. Wat resoneert wel en wat resoneert niet. Ja. En ik geloof ook niet dat niet iets is van pers. Af en toe een beetje nadenken doe jij ook nog wel, volgens mij. Ja, ja. Er is een heel mooi boek geschreven, Het Slimme Onderbewuste. Waarin het heel mooi staat beschreven dat je eigenlijk de meest complexe dingen in het leven alleen maar via je onderbewuste kunt doen. Ja. En de meest simpele zaken moet je via je... Met je monkey, dus je monkey mind. 3 plus 4. Ja. Oké, okay, dat is een sommetje die moet je maar gewoon eventjes met je bewustzijn doen en niet met je onderbewuste. Maar als het al heel veel spannender wordt... Moet je eigenlijk zeggen van, ja weet je, laat die ratio maar gewoon varen. Zullen we even een cadeautje voor de vrouw? Je gaat een vrouw toch ook niet uitzoeken op basis van ratio? Hè? Dus je zegt van, oké, die vrouw die voldoet aan die vereisten. Deden we dat maar! Of dat je baan of je werk, wat dan ook. Dat kan niet. Dat kan niet. Nee. Misschien moeten we over die vrouw soms even iets beter nadenken. Dat is iets anders. Ik ga even een cadeautje voor de vrouwen thuis. Arnoud van den Bossen. Die zegt... De complexiteit van de relatie tussen de mannen en de vrouw. En nu komt hij. Nu ben ik heel benieuwd. Dan schildert hij de vrouw schildert hij best ingewikkeld af en de man eigenlijk heel simpel. En dan zegt hij van met een prachtig Vlaams accent. Zegt hij. Maar zij gaat mij dat niet vertellen. Ik moet dat voelen. Maar ik kan dat niet. Arnoud, wat voelde jij? Honger! Nee, het gaat niet goed zijn. Ja, kijk, dat is Bert Klunder ook. Die zegt, ja, wij mannen, wij voelen dan weer niks. Ja, bij een doelpunt, ja. Heel kort. Ja. Dat is natuurlijk niet waar. Dat is natuurlijk niet waar. Ja, je moet er ook over kunnen lachen, hè. Je moet er wel echt over... Want oh, jongens. De tijd is natuurlijk is voor heel veel mensen zwaar genoeg en complex genoeg. Dus laat je daar... Ga ik mijn gewoontes... Kijk, dat... Vragen ze mij ook, wat doe je dan met je spulletjes? En neem je dan ook een wasmachine mee? En waar poets je dan je tanden? En dat zijn dat soort praktische problemen. Ja. Ja, daar ga ik over nadenken nadat die dam door is gebroken. Mm-hmm. Oh nee, wacht even. Dan ben ik dus te laat. Dus je kunt natuurlijk 1000 redenen verzinnen. Kijk, deze podcast is de springplank voor vertrek. Maar er zit hier iemand die zegt... Ik snap heel goed dat het moeilijk is om gewoontes los te laten en dit soort beslissingen te nemen. Maar, het stond laatst ook in de kranten, 1 op de 5 ondernemers overweegt vertrekken uit Nederland. Ja. Dat is natuurlijk niet niks, hè? Het is ook niet voor niks dat die opkomst voor MVO natuurlijk weer zo geweldig is. En omdat het thema natuurlijk ook is, de springplank voor vertrek. Hè, vorig jaar was het thema... ging het ook over vertrekken. Nogmaals, Jeroen Pols, Benjamin van Doorslaar... met zijn Flag Theory... spraken. Alleen toen we dus die vraag stelden... van ja, hoeveel mensen in de zaal... denkt erover naar Nederland te verlaten... toen stak wel 2/3... stak hun vinger op. 2/3. Tuurlijk is dat geen... 1-op-1 afspiegeling van de maatschappij. Want daar zitten natuurlijk al wakkere ondernemers... die al wat meer weten... Dat, van die dam die op doorbreken staat. Maar als in de Telegraaf inderdaad staat, 20% van de reguliere ondernemers denkt erover te vertrekken. Ja, dat is natuurlijk een ongekend aantal. Dat daar dan geen conclusies aan verbonden worden, is omdat
het politiek gezien echt niet uitmaakt wie er nu komt te zitten. Want het is per definitie Brussel die hier aan de touwtjes trekt. Ja. Samen met het WEF en de WHO. Het pandemieverdrag wat Nederland ondertekend heeft, overruled ja. de hele Nederlandse bevolking. Sven, ik ga met jou de uitdaging aan de aankomende weken om met elkaar iets te bedenken en uit te denken wat wij gaan vertellen tijdens MVO 2024 op 12 april. Dat is een enorme uitdaging. We gaan dat zeker doen. Overigens kan het ook zijn dat je soms met lege handen terugkomt. Hè? Dat je zegt, we hebben niks gevonden. We hebben geen plek gevonden. Kan ook. Hoe bedoel je dat? Nou, je kan ook constateren van, we kunnen nergens heen. Nee. De doelstelling is, we gaan iets vinden. Ik zeg niet dat het het allerbeste is, maar nogmaals, kies verkeerd, maar kies. We gaan iets vinden. Ja. En dat gaan we uitleggen, beargumenteren. En daar en doen. Ga ik vervolgens ook iets mee doen. Want ik heb natuurlijk genoeg mensen ook die tegen mij zeggen: goh, Pim, kunnen we niet samen iets doen? Kunnen we niet investeren? Wat ga jij doen? Kunnen we iets samen optrekken? Ja. Daar zitten honderden, misschien wel duizenden mensen eigenlijk te wachten op help mij te beslissen. Op help mij te beslissen. Dat is niet erg. Want er moet altijd een leider zijn die stap neemt. En die zegt van oké, we gaan die kant op. Ja. Kom mee, achter me aan. En de rest volgt dan. Maar als niemand opstaat en niemand gaat lopen, nee, dan blijft iedereen achter. Ja. Dus er moeten mensen zijn die opstaan. Het first mover dilemma gaan wij voor u oplossen. Nou, we will move first. Ik richt me eventjes tot de kijker. Dames en heren, bedankt voor het kijken naar deze 13e podcast aflevering van een goed gesprek bij de Springplank voor Vertrek. 12 april wordt een grandioos event. Er zijn nog kaarten, maar wees er snel bij. Vorig jaar waren we ook 1 maand van tevoren uitverkocht. Ga naar de website www.mvo2024.nl. Kijk eens naar die fantastische lijst met sprekers. Die zijn opgelijnd om jullie echt een fantastische dag te geven. Vol met praktische en pragmatische informatie. Waarmee je kunt voorbereiden op de toekomst als ondernemer. En dat varieert van Robert Bridgman tot professor Bob de Wit. Van Sven, Paul Buitink. Jijzelf? Ik zal zelf spreken natuurlijk. Ga naar de website toe, bekijk de sprekers, bestel je ticket, wees er snel bij. En ik en Sven zullen op 12 april met een onderbouwd voorstel komen, land komen, plek komen, waarvan wij zeggen, daar gaan wij ons nu op richten. Volgende week gaan we praten met Twan Manders. Twan Manders is bekend bij veel mensen. Twan Manders is ook bekend met de uitspraak belasting is diefstal. Nu gaan we er geen fiscaal belastingverhaal van maken. Maar Twan gaat ons wel uitleggen hoe hij aankijkt tegen het buitenland. En hij gaat het hebben over Cyprus. Hij zegt in feite Cyprus is zijn bestemming. Is die ook veel geweest. Heeft hij ook mindere dingen meegemaakt. Gaat hij ook vertellen hoe dat is verlopen. En het inhoudelijke, het fiscale, waar Twan natuurlijk bekend van is, dat gaat hij uitleggen tijdens MVO 2024, 12 april. Bedankt voor het kijken allemaal en tot volgende week.